Driebaan Flora wordt dit jaar voor de 28e keer gehouden in Vernuizen, de Rode Leeuw. En waarom in een café? Gezelligheid, hè? Nou, broodje is heel belangrijk. We willen het gewoon een teambuilding en samen iets creëren en dan samen mooi aanzitten. Dat is heel belangrijk. En wat voor mensen komen hier dan op af? Nou, vakgenoten, maar ook gewoon jongens of mensen uit het dorp vandaan. En geïnteresseerden die het mooi vinden om bloementuin te bekijken. Tulpen en lelies en irissen en van allerlei soorten bloemen staan er geshowd. Ja, niet alleen bloemen hier, maar ook kunst. Ja, de thema is kunstgrepen. En dus we hebben dus van de kunstroute Degrand hebben kunstenaars gevraagd om wat objecten neer te zetten. En die worden ook neergezet door de mensen van de vereniging. Dag mevrouw, wat bent u aan het doen? Aan het bloemschikken voor die van voren. Wat komt er nog bij kijken dan? Nou, heel wat stukken maken hier zo. En ja, zo mooi mogelijk plaatje maken. En wanneer is iets nou echt een mooi plaatje? Wat is belangrijk? De kleur. Ja, het maakt het af als de tulpen erin staan. Dit is eigenlijk een beetje erbij, de aankleding. En dan komen de tulpen erin en dan is het één heel mooi geel. En straks als iedereen zijn tulpen neerzet, iedereen krijgt een plek aangewezen door het bestuur. En dan gaat het erom, wie is de grote jongen? Wie gaat de beker weg met de grote oren? Dat is altijd een verrassing. En die is een jaar lang de held van Vernuizen? Die is een jaar lang de held van de Vernuizen. En omstreken, hè? En omstreken.